Ja, nou, nu ben ik er echt helemaal klaar mee. Jongens, wat een gemuid over die dieselcampers. Eigenlijk over de diesel in het algemeen. Het is elke dag wel weer wat anders met dat ding. En sinds de dieselgate is het eigenlijk helemaal misgegaan. En nu denken de meeste mensen dat ze gewoon geen camper meer kunnen kopen. Omdat die diesel op een gegeven moment eruit zal moeten. Nou, ik heb een verrassing voor je. Die diesel, die moet er op een gegeven moment uit. Echt, die zal er op een dag uitgaan. Maar dat geldt ook voor die benzinemotoren. Die gaan er op een dag ook uit. Want ook al, en ik weet niet of je er wel eens in gereden hebt, in een elektrische auto. Nou, ik heb er inmiddels in 2 of 3 gereden. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben om. Als ze mij vandaag een elektrische camper aanbieden, dan wordt het een elektrische camper. Dat geldt ook voor de personenauto. Maar de praktijk is anders. Het is namelijk helemaal nog niet zo betaalbaar. Maar hoe kom ik hier nou eigenlijk bij? Ik ga weer als een dwaas tekeer tegen jullie. Leuk dat je kijkt. Jos en Mark van Camping Trend. En ik zat gisteravond weer zo'n beetje op Facebook rond te kijken. En wat zag ik daar? Opnieuw mensen die zichzelf afvragen. Moet ik wel dit? Moet ik wel dat? Waar gaat het naartoe? Want hoe gaan we onze caravan verslepen als we straks geen dieselauto meer mogen rijden? Nou, dat is inderdaad een beetje een uitdaging. En die dieselpersonenauto, daarvan verwacht ik eigenlijk ook wel dat die niet zo heel lang meer zal blijven. Die zijn natuurlijk nog wel gewoon te koop, maar met een jaar of 5 tot 10, dan zal dat toch wel een heel ander verhaal worden. Maar dieselcampers daarentegen, als je nu om je heen kijkt, kijk, voor die dieselauto is al een vervanging. Hè? Er rijden al heel veel elektrische auto's rond en ze worden steeds beter. En als jij vandaag tegen mij durft te zeggen van, ja maar dat opladen en dat gaat niet, ja maar dit, ja maar dat, er zijn allerlei redenen om te bedenken waarom die diesel of die elektrische auto het niet kan gaan doen. Nou, ik denk dat de ontwikkelingen van bijvoorbeeld de opslagcapaciteit van de accu's, maar ook de wijze waarop ze heel snel geladen kunnen worden, dat die heel snel zullen veranderen. En op dat moment wordt een elektrische auto heel erg een haalbaar verhaal. Het enige probleem is natuurlijk van waar halen we de elektriciteit vandaan om die auto's op te laden. Want zeker als je in Duitsland gaat rijden, die overigens nu als een razende oplaadpunten overal aan het bouwen zijn. En ook hele goede oplaadpunten. Alleen de vraag is natuurlijk, waar komt die energie vandaan? Die elektriciteit. Nou, in Duitsland dus vooral van bruinkoolcentrales. Dus of dat nou een vooruitgang is voor de omgeving. Maar het werkelijke probleem zit natuurlijk uiteindelijk in de uitstoot van die auto's op de plaatsen waar je ze dus niet wil hebben. En dat is in de grote steden. Dus in de grote steden zeggen ze van, nou, we willen die dieselauto hier niet meer hebben, want die uitstoot, die zorgt voor zoveel vervuiling voor de leefgemeenschap, dat het niet meer veilig is om in te leven. Overigens zijn die cijfers inmiddels, of eigenlijk zo overtrokken, en dat wordt, er is in Duitsland is er dus echt een organisatie die de overheid houdt aan de regels om ervoor te zorgen dat die niveaus worden gehaald van de fijnstof en van de CO2 en dergelijke. En die niveaus die ze in Duitsland handhaven, voor op straat, die zijn dus nog lager als de niveaus die je tegenkomt in een gewone fabriekshal of in een kantooromgeving. Dus het is wel heel bijzonder dat er buiten een hogere norm geldt dan ergens binnen in een gecontroleerde omgeving. Dus dat hele dieselverhaal, ja, dat leeft als een dolle en ook die uitstoot en de CO2, ja, dat is niet echt een dieselprobleem. Dat is eigenlijk een probleem wat voor alle verbranders geldt, maar ook bijvoorbeeld voor landbouw en voor koeien en dergelijke. Die koeien die schijnen wat af te ruften, om het maar even op z'n Hollands te zeggen, en dat veroorzaakt ook nogal wat CO2. Nou, ik ben geen specialist op het gebied van vervuiling en ik kan jullie ook niet raden als je zegt van, goh Jos, maar hoe zit dit en hoe zit dat? Ik kan er eigenlijk alleen maar even over hebben hoe ik erover denk en als ik naar de omgeving kijk waar we op dit moment in leven, hoe ik verwacht dat de markt zich zal ontwikkelen als het gaat over bijvoorbeeld de elektrische camper. Want een jaar of 4 geleden had Hiemer een camper die op de achterwielen een elektrische aandrijving had. Nou, dat is een prototype geweest en gebleven. En inmiddels, misschien zelfs wel 5 jaar geleden of nog langer, en hebben we verder nooit meer wat van gehoord. En inmiddels is er dan een Duits bedrijf en die hebben een
geëlektrificeerde camper laten bouwen. En die verkopen dus, die hebben ze nu ook te koop, die verkopen dus een PLA, dat is van het SEA-concern, dat is een Italiaans bedrijf. Die bouwen campers van een, voor onze begrippen, ja, er is ook een importeur in Nederland, maar laten we nou voorzichtig stellen dat dat niet de hoogste kwaliteit camper is. En die camper, die wordt dan elektrisch gemaakt. Die weegt vervolgens meer dan 4000 kilo. En die kost meer dan 190.000 euro. En daar kun je dan 350 tot 400 kilometer mee wegkomen. In theorie kan dat werken. Maar er gaat werkelijk geen mens 2 ton betalen voor een camper van die kwaliteit. Er gaat geen mens, althans er gaan heel veel mensen geen camper van 2 ton kopen. Dus daar gaat het al mis. Wat er wel aan ontwikkeling gaande is, en dat is eigenlijk de enige ontwikkeling die we op dit moment zien, is dat er door Alco en een ander bedrijf, is er momenteel een chassis ontwikkeld met accu's erin, waarbij de voorwielaandrijving komt van een dieselmotor en waarbij de achterwielaandrijving komt van een elektromotor. En die elektromotor heeft voldoende energie bij zich, dus er zitten accu's in met voldoende energie om ongeveer 50 kilometer te kunnen rijden, 50 kilometer afstand. Nou, dat is voor de meeste steden waar je dus in en uit wil rijden voldoende. En met name dus voor transport kun je dus nu de stad uit, rij je gewoon diesel, buiten de stad rij je gewoon diesel en dan kom je de stad weer in. En dan wordt het elektrisch. En op het moment dat hij elektrisch is, heeft hij geen uitstoot meer. En dan mag je er dus gewoon mee rijden. Nou, dat zie ik misschien nog wel eens een keer onder een camper komen. Maar als we die vraag nou eens een keertje anders stellen. Want bijvoorbeeld in Arnhem en in Amsterdam en in Rotterdam en nog een aantal steden in Nederland mag je bijvoorbeeld ook niet meer met de camper in de stad. Als die van een bepaalde leeftijd is. Nou schijnt daar overigens wel een ontheffing voor te kunnen gemaakt worden als je in die stad woont en je moet van je huis naar buiten toe. Maar goed, laten we even zeggen dat het niet kan. Dat is voor het gemak, want ik heb me er ook niet zo ver in verdiept dat ik exact weet hoe dat zit. Dus hou me daar niet op vast. Overigens, alles wat ik hier in deze video vertel, dat is mijn mening, hè? Dit is mijn idee over hoe die zaken zich zullen ontwikkelen. En ik probeer dat te funderen door wat ik om me heen zie en wat wij weten van de markt. En dat gebruik ik om die kennis met jullie te delen. Maar het is mijn mening. Dus als die niet klopt en als jij vindt dat het anders is of als jij denkt dat je er meer over weet, nou, dan vraag ik je gerust om te reageren. Ik ga geen discussie erover aan, want ik heb geen exacte kennis erover. Ik speculeer voor een groot deel, maar ik denk wel dat het zo zal gaan. Want als we nu om ons heen kijken, dan is er dus op dit moment nog eigenlijk zo goed als geen elektrische bestelwagen. En de elektrische bestelwagens die zijn heel erg zwaar, die zijn heel erg duur en die worden dan, ja, DHL heeft een speciaal gebouwd elektrisch wagentje, maar dat kun je vergelijken met de wagen van de melkboer van vroeger, zo'n spijkstaal. Dus dat rijdt wel rond in de stad, maar daar kun je niet echt een camper van maken. Dat is niet mogelijk. Elektrische vrachtwagens, daar zijn er al wel een aantal van, ook niet heel veel. En die worden dus in die speciale stadsgebieden gebruikt en dat zijn dan zeg maar de laatste stukken, dus niet hele grote vrachtwagens. En die rijden dan wel elektrisch, dus daar is al wat ontwikkeling. Maar goed, voor de rest rijdt er dus nog heel veel diesel rond. Heel veel dieselvrachtwagens en die kosten ruim meer dan een ton om aan te schaffen. Heel veel dieselbestelwagens en die kosten ook best veel geld. Dus er zullen ook nog wel een hele tijd heel veel dieselcampers blijven en ook gebouwd worden. Er is wat dat betreft dus geen enkele reden om op dit moment geen camper aan te schaffen op diesel. Er is misschien wel een reden om te overwegen als je een camper wilt kopen, om dat dan niet te doen met een camper van 1995. Want de camper van 1995, daar kun je best nog leuk mee op vakantie. En er zullen, ik wil ook absoluut geen mensen tegen de borst stoten die een camper van die leeftijd hebben, of van 95 of 2010, is inmiddels toch meer dan 10 jaar oud. En er rijden nog oudere campers rond, we hebben het gerust over 90, ik heb zelfs 87 gezien. Ja, die voldoen ook niet meer helemaal aan de huidige stand van zaken.
En als je zo'n camper koopt, dan kun je erop rekenen dat je op een dag niet meer de stad in mag of andere dingen niet meer kunt doen. Maar dat zijn dan ook echt wel rammelende dieselmotoren en die kunnen ook nog behoorlijk wat uitstoten. Nou, recent, en daar hebben we trouwens ook nog wat over de website, over op de website zetten. Ik zal trouwens een link hieronder zetten. Want de RDW heeft de 15% toeslag op campers, dieselcampers zonder roetfilter in het leven geroepen. Alleen, ze hebben verzuimd om goed te controleren welke campers er wel of geen roetfilter hebben. Dus nu kan het zomaar zijn dat jij een roetfilter in je camper hebt en dat je toch die 15% verhoging hebt gekregen omdat zij niet weten dat in jouw camper dat roetfilter zit. Nou, dat is natuurlijk weer echt overheid. Dat werkt gewoon niet. Maar goed, ze hebben wel een website momenteel live staan waarop jij kan invullen van joh, mijn camper met dit kenteken heeft dus wel dat roetfilter en ik heb toch die 15%. En dan kun je dat dus terugdraaien. Want als jij een roetfilter hebt, dan hoef je die 15% toeslag niet te betalen. Dat gezegd hebbende, moet jij nu wel of niet wachten met het aanschaffen van een camper om dit jaar mee op vakantie te gaan? Ik zou werkelijk nooit wachten met leven. Want morgen kan het wel voorbij zijn. Dat is echt mijn overweging als ik geld uitgeef. Moet ik dit doen? Ik vind het leuk, ik zou het graag willen, maar ik durf niet. Omdat misschien over 5 of 10 jaar dat product wat ik nu gekocht heb, de stad niet meer in mag. Zo moet je niet leven. Een mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest, is het gezegde. En dat geldt ook voor dit. Dus als jij op het punt staat om te beslissen of je nou wel of geen camper wil kopen, en dat is je droom, dan zou ik zeggen ga er vooral voor. Maar durf ook alsjeblieft wat meer uit te geven en koop iets recents, dan kun je er nog heel lang plezier van hebben. En opmerkingen die ik op Facebook lees van, joh, je moet geen dieselcamper meer kopen, koop een benzinecamper. Een benzinecamper? Weet je hoe oud die auto dan is? Het is eigenlijk ondenkbaar. Of je moet een Amerikaan nemen met een grote 6 of 8 cilinder benzine. Die 1 op 3 loopt benzine. Daar wil ik je nog wel mee naar Italië zien rijden. Dus om kort te gaan. Het is natuurlijk jouw beslissing. Maar als je nu op de leeftijd bent en je denkt ik heb tijd om te gaan camperen. Het is altijd mijn droom geweest. Ik wil het doen. Maar die diesel. Koop die camper en ga op pad. Voordat het zover is dat die diesel de stad niet meer in mag of dat jij er niet meer mee kunt rondrijden, heb je al zoveel plezier gehad dat hij dat geld te lang heeft opgebracht. Heb je nou helemaal tot nu gekeken? Nou, bedankt voor het kijken. Druk even op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan en dat belletje zorgt ervoor dat je geen enkele video meer van ons mist. Geef een duimpje als je het wat vond. Doe hem omlaag als je het niks vond. Er zijn er toch altijd een paar van. En reageer gerust. Dan kijk ik wat jullie ervan vinden. Tot de volgende keer.